Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe serie, aflevering nummer 1 van Stoken In. Op dit moment zijn we in Delft, onze vertrouwde locatie, maar vanaf nu kunnen wij naar jou toe komen. Wat moet je hiervoor doen? Laat dan een reactie achter met welke stad, bijvoorbeeld Eindhoven, Den Bosch. Vertel het aan je vrienden, zorg dat ze die reactie gaan liken en degene die bovenaan staat met de meeste likes, daar zullen wij de volgende video naar alle waarschijnlijkheid naartoe gaan. Zo moet de locatie sowieso in Nederland zijn. Dus woon jij in België, sorry, maar dan kunnen we helaas niet komen. Het maakt niet uit waar je woont, in Friesland, whatever. Dus laat de reactie achter in welke stad wij moeten gaan stoken en we komen erheen. Oh ja, sowieso de steden die al zijn geweest, die tellen niet mee. Volg ons sowieso op Instagram, @pyroteamdelft, want iedere donderdag maken wij bekend in welke stad wij definitief zullen gaan stoken. We gaan beginnen. Ik ben toch altijd bang dat hij knalt, man. Nou, choke met Romeinse kaars. Nee, wat was het nou? Nee, die fakkel. Je kan beter daar staan. Hier zo, daar man. Je niet in die rook staan. Of nee, wacht, die rook moet je juist zien. Ja, snap ik. Kijk hier ook naar hem. Ja. Kijk hier ook naar hem. Politie. Ja? Oh, gezellig. Wordt oranje, hè? Nee, goed. Kijk dan. Deze moet sowieso wel. Nu popen zou komen. Je zit hier met je rotje. Hier tieft hij daar neer dan. Daar, ik zie al die rug. Nee, ja. Dit zou niet doen. Nee, dat is een agent, denk ik. Vind je dat zo'n vrijwilliger bij je? Oh, magent. Olé, olé. Gaat hij ook echt rotjes doen? Ja, jezus. Hey, maar dat is wel sick, hoor. Waar gaat hij ook echt godsnaam rotjes mee? Nee. Ja, heel eerlijk, ik heb zeg maar zo'n doos. Een schoendoos. En daar zit gewoon alles in wat ik heb. Is dit alles dat je hebt? Jawel. Nee. Ja, wacht even. Oh ja, hij is al af. Jezus Christus, hè. Oh, hij filmde nog niet, hè? Oh, nee. Ze zijn aan het filmen. En zo naar die mensen die aan het filmen zijn. Kom de volgende keer even langs afsteken. Je weet het, echt gevaarlijk, hoor. Nee. Van wie was die? Oh, joh. Deze vind je echt leuk. Wat doe jij nou? Hey, kom, gooi even er wat bij. Oh ja. Je kijkt, man. Als we voor die collectievideo... We hebben dikke dingen hier, hoor. Maar kijk, hier zit ook nog of niet? Oh nee, dit is alles. Dus als ze komen, dan gaan we even een spreekbeurt houden voor ze. Nou, dit is dus dat en dat. Dit is mijn vuurwerk. Nee, niet verwacht. Even nee, hij blijft hoor. Hij was maar een uurtje hier. Een paar knetterballen tegelijk. Vuurtje bij zo, jezus. Toch blijven die knetterlinten het best. Een paar in het water of zo. Zo. Hé, hey, kijk dan, die man die nu langs rijdt. Moet ik spontaan denken aan december. Jij kent die mensen ook wel. Nee, zonde man. Zonde man, juist. Wat doet hij eigenlijk? Geen flauw idee. Drie camera's, op één zo'n tankje. Wat zijn die aan het doen, die mensen? Kut. Dan maakt het niet uit, dan gaat die mensen hier toch niet gek zitten maken hier, man. Nee, klopt, maar we zijn hier niet vaak. En dit is... Dat doet het toch niet, hoor. Die weet het ook al lang niet. Ze komen altijd op kijken. Ja, we zijn op dit moment gewoon bezig. Ze kunnen ook niks doen. Wij maken video's.
En dit mag het hele jaar door. En de mensen die hier wonen... Ja, kan je dat dan niet op een andere plek gaan doen? Want wij hebben er binnen wel last van. Van dit? Ja. En als de kinderen pauze hebben hier dan op school? Als de kinderen is hier helemaal Nee, maar ik bedoel, als er school is straks en kinderen hebben pauze hier, dan heeft u er ook last van. Je kan toch een andere plek opzoeken? Ja, maar ja, daar krijgen we ook weer hetzelfde gezeik dan natuurlijk. Ja, dat is dan jammer. Dan zit een ander er niet mee, maar niet deze buurt. Ja, maar zo lang doen we het ook niet meer. Nou, binnen een uur zijn we weer weg. Ik heb het gevraagd. Ja. Je stopt niet. Consequenties zijn er. Ja, maar het mag. Het mag het hele jaar. Consequenties zijn er. Ja, zoek het maar zelf op het internet. Dat komt heel achter. Het mag gewoon, dus... Zoals altijd, zoals jullie weten, krijgen we altijd gezeik wanneer we categorie 1 aan het afsteken zijn. En ja, het is gewoon fucking lijp. Want mensen die geven het argument dat ze binnen er last van hebben. Maar ik denk, we zijn nu op een schoolplein hier, zoals iedereen wel weet. En als die school pauze heeft bijvoorbeeld, ja, dan zitten die kinderen ook geluid te maken van hier te Tokio. Nog wel harder geluid, denk ik. En hier zijn we zo binnen een uur mee klaar. Dus ja, we gaan gewoon door natuurlijk. Die vrouw zegt, we moeten naar een andere locatie gaan. Nou ja, daar krijgen we dan ook weer gezeik. Ja, dan kunnen we wel loyaal blijven aan mensen, snap je? Dus wat ben je aan het doen? Mag ik vragen, mag? Godverdomme, welk kanaal eigenlijk? Mijn? Oh, mijn eigen. Shit. Maar in ieder geval, we gaan even verder. En ik denk dat de politie misschien al een stuk of 6 of 7 keer is gebeld. Maar of ze nog komen, dat weet ik niet. Want ze weten onderhand al wat we aan het doen zijn. Dus we gaan weer even verder. Hij ligt op één. Hij legt hem even aan. Ik heb gebeld. Hé, mijn vader. Ja, politie, bij jou voor de deur. Wat is dat? Ja, ik weet niet. Ja, dat is erbij. Ja. Oh, kijk. Ik heb de politie gebeld hoor. Nee. Hij kan knallen, hij kan knallen. Ja, die... Oh! Cherry tomaten, hè? We allemaal cherry tomaten, jongen. Hey, moet je zo in de lucht gooien, toch? Oh. Dit is nog helemaal mooi, hoor. Voor de koffie nu. Wat hou je in je hand, gek? Als dat is wel sick, hè? Ja, die tank. In het water doet die tank. Zou die dan nog gaan? I don't know. Ja, nee, ik zou niet zonder. Als je niet gaat, heb ik hem. Is sowieso zonde, nee. Goed nieuws. De zon is weg. Nee. Ik ben illegaal in Nederland. Wat is dat? Ik heb geen idee. Wat is dat? Ja, een zeeslapper. Nou, dat was het. Leuk. Ja, jongelui van tegenwoordig. Iedereen zit te kijken. Die beginnen nu al af te steken in fucking... Hier doorheen. Nee, ah, onderdoor. Tussenlangs. Ja, kom maar. Tussenlangs. Ja, hoe beter dan gaat dat wel. Nee, dit gaat heel erg hoog, hè. En dit gaat ook schade leveren. Zo. Zo. Dat is wel lekker. Zo. Leg je hand erop. Oh ja. Voor een barbecue. Ja, natuurlijk. Grote titanium. Ik ging wel de tering, joh. Titanium. 25 kijkers, nou. Tering. Gelukkig nieuwjaar, mevrouw van Karijn. Ja, gelukkig. Hoeveel geen weekendje weg.
Ja. Weekendje weg? Ga je nog een weekendje weg? Nee. Nou, als op vrijdag wordt opgepakt. Het kan wel een keer gebeuren dat er een pony was komen, en die komen ons interviewen. Ja, ik ben ervan van deze sfeer hier in Delft. Ja. Oh, ze worden echt kanonschoten afgeduurd. Nou, gisteren, wij gingen vuurwerk afsteken. Ja. Dat vond het leuk. Ja, maar dat vind ik echt een kanonschoten. Hey, heb je nog zo'n knetterketting? Knetterketting?